Oké, welkom terug allemaal. We gaan beginnen met het tweede verhaal. De tweede spreker vandaag is Christian Bot. En Christian is hoogleraar dierecologie bij de Rijksuniversiteit Groningen. En hij kijkt vooral naar klimaatverandering en de effecten daarvan op de seizoenstiming van vogels. En hoe dat ook evolutionaire veranderingen teweeg kan brengen. En vandaag neemt hij ons mee in de vraag waarom sommige insectivoren vogels niet meer afnemen. Dus hij kijkt daarbij ook naar hoe belangrijk het eigenlijk is wat hier in Nederland gebeurt versus wat er in de rest van de jaarcyclus met deze vogels gebeurt. Dus, Christian. Ja, dankjewel Kees. Goedemorgen allemaal. Het is bijzonder jammer dat jullie allemaal hier niet zijn, want ik had jullie graag ontmoet. Maar we moeten het er zomaar mee doen. Het verhaal wat ik ga geven, dat gaat eigenlijk over een paradox van insecten en insecteneters. En het is een paradox die ik zelf werkelijk niet begrijp. Dus ik ben enigszins verward door de resultaten die ik jullie ga laten zien. Ilke die heeft net een heel mooi verhaal gegeven over die enorme afname van vooral vliegende insecten, maar deels ook lopende insecten. Zoals gemeten bijvoorbeeld in die studie die door die Kreeveldgroep is gedaan, de Kaaistoepgroep. En dat bracht me eigenlijk tot de vraag van hoe is die afname van biomassa van insectivore vogelsoorten over dezezelfde periode in Nederland. Dus we zien dat die insecten met 75% zijn afgenomen in biomassa, maar kunnen we dat nou ook berekenen voor alle vogels die van insecten leven in Nederland? Nou, dat kan allerlei problemen geven, want bijvoorbeeld hoe definieer je insectenetende vogelsoorten? Je hebt bijvoorbeeld echt obligate insecteneters zoals vitus, nachtzwaluw, grauwe vliegenvanger, boerenzwaluw, die eigenlijk allemaal lange afstandstekkers zijn en naar Afrika gaan in de winter. Maar we hebben ook seizoensgebonden insecteneters zoals koolmees of pimpelmees of vink, die vaak van zaden eten in de winter. En we hebben generalisten die deels afhankelijk zijn van insecten zoals merel, huismus, zanglijster en spreeuw. Dus je moet eigenlijk keuzes maken, wil je dit soort vragen gaan beantwoorden. En de keuzes die ik heb gemaakt in deze analyses, die kan je aanvechten, maar dat zijn de keuzes die gemaakt zijn, is dat ik wel naar de spechten heb gekeken, de nachtzwaluw heb meegenomen en veel zangvogels heb meegenomen, behalve soorten die deels van insecten leven, zoals lijsters, spreeuwen, sommige vinkachtige mussen. En ik heb me alleen geconcentreerd op de algemene vogelsoorten, omdat ik naar biomassa heb gekeken. Dus bijvoorbeeld meer zeldzame soorten, zoals paapje en tapuit heb ik niet meegenomen. En ik heb dus ook geen steltlopers meegenomen, waarvan de kuikens ook van insecten leven, zoals grutto en kieviet. Dus dat moet even bedacht worden. En ik ga dat doen in ongeveer dezelfde periode als waar die insectenstudies over zijn. Dat is de periode tussen 1990 en 2020 ongeveer. En ik doe dat op basis van alle broedvogels in Nederland. En daarvoor gebruik ik de broedvogelmonitoringsprogramma van Sovon. En ik gebruik de Sovon-atlas daarvoor. Maar ik zoom ook in op een aantal grotere gebieden, zoals de plankenwambuis, waar Rob Bijlsma al heel erg lang vogels stelt. Het Dwingelderveld, waar Joop Kleine al heel lang vogels stelt. En ook binnen het Dwingelderveld kijk ik naar nog kleinere bosplots. En dat zijn eigenlijk gebieden waar wij ook nestkasten hebben hangen en die ik dus heel goed ken. Nou, hoe bereken je nou de biomassa van insectenetende vogels? Nou, ik heb dat gedaan door naar de BNP-index getallen te kijken, van die Sovon elk jaar weer produceert. Ik ga er niet op in wat dat is, maar dat zijn getallen die tussen 1990 en 2019 zijn verzameld. En ik kijk ook naar het geschat aantal broedparen van over heel Nederland in de laatste atlasperiode. Dus dat is tussen 2013 en 2015. En vervolgens heb ik data die vrij beschikbaar is op de BTO-website genomen om het gewicht van volwassen vogels daar vandaan te halen. Maar zij geven ook mooie getallen uit hun nest record scheme over het geschat aantal uitgevlogen jongen per nest en ook over het aantal geschatte nesten per paar per jaar. En wat ik dus probeer te doen is dat ik het aantal individuen schat aan het eind van het broedseizoen
En dat vermenigvuldig ik met het gewicht van die beesten. En daarbij moet ik zeggen, dit is enigszins natte vingerwerk, maar het geeft in ieder geval een benadering van wat er gebeurt. En twee voorbeelden. Dat is de merel, die ik trouwens niet meeneem, maar dat is de meest algemene broedvogel van Nederland ongeveer. Die atlasschatting is 875.000 paar in de laatste atlasperiode. En de BNP-index in dat jaar was 102,5. Nou, als ik nou voor 1990 zeg maar de aantallen en de biomassa aan merels wil berekenen, dan moet ik dat schalen naar de BNP-index van dat moment relatief ten opzichte van die periode 2013-2015. En dan kom ik erop dat ongeveer rond 1990 er 826.000 merels waren. Nou, die maken 3 broedsels per jaar, 1,5 jong per broedsel. Nou, het aantal individuen aan het einde van het seizoen, dat zou dan 3,7 miljoen zijn. Als een merel 100 gram weegt, dan heb je aan het eind van het seizoen 373.000 kilo merels in Nederland. Nou, dat kan je ook voor de fiets doen, die zijn veel zeldzamer. Of nou ja, die zijn nog steeds algemeen, maar dat zijn er 200.000. En we zouden ongeveer 17.000 kilo aan fietsen hebben aan het eind van het broedseizoen. Dus dat zijn de getallen die ik heb gebruikt. Nou, en als je nou voor alle broedvogels in Nederland, of alle insectenetende broedvogels in Nederland, zoals gedefinieerd eerder, die getallen maakt, dan kom je op die bovenste lijn. En daarbij moet ik zeggen, dit is een logschaal, omdat je ook daarmee eigenlijk die verschillende trends in die verschillende groepen van soorten kan vergelijken. Maar wat heel duidelijk is, dat de biomassa aan insectivore soorten in Nederland nauwelijks verandert. Misschien neemt die zelfs een klein beetje toe. En eigenlijk vooral in het agrarisch gebied zie je dat niet zozeer. Maar in alle andere groepen zie je dat eigenlijk. Dus dit is eigenlijk verbaast me dit. Als die insectenbiomassa met 75% afneemt, waarom zien we dat dan niet terug in de biomassa aan insectivore soorten vogels in Nederland? En daarbij kan je nog even naar die soortensamenstelling kijken. En dit is wat er in 1990 was. En dat lijstje, dat zijn de 10 meest algemene broedvogelsoorten qua biomassa in Nederland aan het eind van het broedseizoen. Dus koolmees staat 1, boerenzwaluw 2, roodborst 3. En dat kan je dan ook vergelijken bijvoorbeeld met 2019. En dan zie je dat bijvoorbeeld een zwartkop die is van plaats 10 naar plaats 2 gegaan. En een boerenzwaluw is van plaats 2 naar plaats 4 gegaan. Dus je ziet wel allerlei veranderingen in die broedvogelsamenstelling of in de biomassa-samenstelling. Maar het is maar uiteindelijk is het zo dat dat eigenlijk niet echt lijkt te leiden tot een afname van biomassa over het hele land. Nou, waarom zouden we dan geen afname op de schaal van heel Nederland krijgen? En er zijn mogelijke verklaringen die gewoon te maken hebben met de manier waarop we hiernaar kijken. En een van de mogelijkheden is dat we meer natuur hebben gekregen. Dus allerlei natuurontwikkelingsgebieden zijn er misschien bijgekomen. En het zou kunnen zijn dat de afname in bestaand natuurgebied gecompenseerd zou kunnen worden door de toename in deze nieuwe natuur. Waardoor je per oppervlakte-eenheid natuurgebied misschien wel minder vogels krijgt, maar als je meer natuurgebied krijgt, dan kan dat constant blijven. Dus daarom heb ik gekeken naar dat kleinere schaalniveau. Dus hoe is de trend in hetzelfde natuurgebied met relatief weinig verandering? En dat, je moet het wel relatief nemen, want alle gebieden die veranderen enorm, natuurlijk in een periode van 30 jaar. Nou, ik heb daarvoor de broedvogelrapporten van Joop Kleine heb ik doorgespit. En Joop die heeft deels geholpen met een file aanleveren. En Joop die doet al ruim 40 jaar broedvogelonderzoek in een enorm groot gebied in het Dwingelerveld. En dit is dat gebied. Dat bestaat deels uit heide, dat bestaat uit natte heide, dat bestaat deels uit bos. En als je dan kijkt zeg maar, naar dat Dwingelderveld, waar wel allerlei dingen veranderd zijn,
maar er is niet heel veel nieuwe natuur bijgekomen, dan zie je dat de totale biomassa in insectivore vogelsoorten ongeveer met een kwart zelfs is toegenomen. En dat zie je vooral in het bos, voor bosvogels, maar voor generalisten zie je dat ook een klein beetje. Terwijl vogels die afhankelijk zijn van agrarisch gebied, daarvan zie je totaal geen enkele verandering. Hoewel er relatief weinig agrarisch gebied in zit, maar ik heb een vogelsoort gedefinieerd of die in het agrarisch gebied vooral voorkomt, of juist in het bos, of dat het een generalist is. Dan heb ik ook zeg maar contact gehad met Rob Bijlsma en ik heb gevraagd van ja Rob, hoe denk jij daar nou over en hoe is dat bij jou nou? En Rob die telt natuurlijk al heel erg lang in de plankenwambuis en die heeft daar eens per 5 jaar ongeveer heeft hij alle broedvogels gekarteerd en daarmee is hij gestopt in 2015. En wat je daar ook ziet is eigenlijk ook daar dat de totale biomassa en insectivore vogelsoorten misschien zit daar een dip, maar uiteindelijk zie je dat de afgelopen jaren dat het zich weer hersteld heeft. En daarbij moet ik zeggen dat bijvoorbeeld de grotere vogelsoorten, zoals merel en duiven en zo, die zijn wel enorm afgenomen. Het is niet dat dit voor alle soorten vogels het geval is, maar voor insectivoren, of voornamelijk insectivoren vogelsoorten, zie je dat die afname er ook hier niet is. Nou, en dacht ik, ja, dan ga ik nog eens kleiner kijken naar bosgebieden, omdat die bosgebieden die zijn misschien nog minder veranderd dan bijvoorbeeld het hele Dwingelderveld. Dus ik heb naar 3 deelgebiedjes gekeken van het Dwingelderveld, waar we de nestkasten ook hebben hangen sinds 2007. En dit zijn, dus dat zijn die gekleurde proefvlakken. En heb ik ook hetzelfde gedaan. En ook daar zie je dat, dat je soms een rare uitschieter hebt. En dat komt misschien omdat er dat jaar heel veel rupsen waren en vogels enorm zich daar vestigden. Maar gemiddeld gezien zien we dus geen afname. Nou, dus dat is een verwarrende boodschap, vind ik zelf. Want hoewel die insectenbiomassa met 75% af is genomen, hebben we dus geen bewijs voor die afname van insectivore zangvogels in deze periode. En we zien dat niet voor heel Nederland, we zien dat niet voor het Dwingelderveld, niet voor plankenwambuis en ook niet voor bosperceelen in het Dwingelderveld. Maar daarbij kan je je een aantal kanttekeningen maken, of heel veel kanttekeningen maken. Een deel van de afnames die er zijn, die zijn bijvoorbeeld veel eerder geweest. Bijvoorbeeld Saheltrekkers die problemen hebben gehad met de droogte in de Sahel in de jaren 70 en 80. Nou, daar laat ik zo iets van zien. En daarbij is het natuurlijk zo dat dit biomassa in totaal is. En een heel aantal soorten zijn wel afgenomen. Hè, zoals gutto, kieviet, paapje, tapuit, veldleeuwerik. Dus dit is maar een deel van het verhaal. Nou, de vraag is dan van, oké, als we na gaan denken, waarom zien we geen afname? Nou, dat kunnen methodologische verklaringen zijn. En dat zijn er, denk ik, 2 waar ik kort iets over wil zeggen. Dat is dat die insectenafname misschien overschat is. Of de vogelafname, die zou onderschat kunnen zijn. En dan, voor de rest zijn er biologische verklaringen. En die biologische verklaringen, waar ik het vooral over wil hebben, is dat insectivore vogelsoorten misschien niet beperkt zijn door het voedsel in het voorjaar, in de zomer, maar tijdens andere perioden van het jaar, waar ze misschien veel minder een probleem hebben met die afname van die insecten. Nou, over die insectenbemonstering, je kan je afvragen of we misschien wat missen daar. En die studies die Eelke net liet zien, die zijn deels gericht op vliegende en lopende insecten, maar ook op zwemmende insecten, natuurlijk allerlei waterinsecten. Maar bijvoorbeeld rupsen en andere herbivore insecten, die vormen vaak de basis van zo'n voedselweb. Omdat dat, zeg maar, die eten de primaire producers, zoals planten. Maar die worden zelden direct bemonsterd. En die worden misschien bemonsterd door de vlinders, maar vlinders van heel algemene soorten, rupsen in het bos, die vliegen vaak in de winter of het vroege voorjaar. En die worden nu bijvoorbeeld gemakkelijk gemist in deze sampling schemes. Nou, dit is een voorbeeld van de hoogte van rupsenpieken op de Hoge Veluwe. En dat zijn de open bolletjes en in Drenthe.
En voor de Hoge Veluwe, dit is data van het NIOO, van, verzameld door Marcel Visser. En dat gaat vanaf 1993. En dan zie je dat daar eens in de 10 jaar ongeveer een enorme piek in zit. En die 10-jarige pieken die hebben we ook in Drenthe gezien. Dat in 2008 en 2009 was een enorme piek. En vervolgens neemt dat enorm af. En vervolgens krijg je weer een enorme piek. En dan moet je bedenken dat rond die piek heb je ongeveer 1,5 miljoen rupsjes per hectare. Dus dat is gigaveel. Terwijl als het zo... In dat dal heb je misschien maar 25.000 rupsjes per hectare. Dit wordt waarschijnlijk nauwelijks meegenomen in de aantallen rupsen of in de aantallen insectenbiomassa. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook naar dit soort zaken te kijken. Nou, de vraag is dan, onderschatten we de afname van insectivore vogelsoorten misschien? Nou, ik zei al, van grotere soorten zijn nu niet meegenomen. Dus dat is een beperking. Maar je kan je ook afvragen of de afname van heel algemene soorten werkelijk goed is te meten met territoriumkartering. Dus als er 100 fiets op in een plot zaten en dat zijn er nu nog 75, kan je dat werkelijk heel goed zien. En zeker als reproductie bijvoorbeeld afneemt, dan is het zo dat mannetjes weer meer gaan zingen. Die gaan zich verplaatsen en dat kan leiden tot hogere schattingen. Dus het is mogelijk dat we daar natuurlijk een probleem hebben in het meten van de afname van hele algemene soorten. Plaatje zien als illustratie van dat we misschien de grootste afnames in heel veel vogelsoorten, en misschien ook insectivore vogelsoorten, hebben gemist, omdat dit soort broedvogelmonitoringsprogramma's in Nederland bijvoorbeeld pas begon halverwege de jaren 80. Terwijl in Groot-Brittannië kan je zien dat dat veel eerder beginnen duidelijk het beeld heeft opgeleverd dat die afname enorm groot kan zijn. Dus het aantal fietsen geschat in Groot-Brittannië is met met 2/3 afgenomen in de afgelopen 50 jaar. Nou, dan tot slot nog iets kort over de mogelijke biologische verklaringen waarom we die biomassa-afname niet zozeer zien. En dat is dat het voedsel mogelijk nog niet beperkend is op het moment. En dat komt omdat de aantallen mogelijk beperkt worden door andere zaken. Zoals bijvoorbeeld de condities in de winter. En we weten voor veel trekvogels dat condities in Afrika zeer belangrijk zijn voor populatieontwikkelingen. Bij veel rietvogels zoals snor en rietzangers is het dat die aantallen enorm sterk correleren met de condities in de Sahel. Maar bij standvogels kunnen het ook zaden en bessen zijn. En verder kunnen aantallen beperkt worden door goede en veilige broedplekken, door predatoren, door ziektes. Nou, ik wil even kort iets laten zien van werk van koolmezen uit onze eigen nestkasten. Ik liet al zien dat die hoogte van die rupsenpiek enorm kan variëren van jaar tot jaar. En wat je hier ziet links is dat dat koolmezen gemiddeld gezien wat kleinere legsels produceren als er weinig rupsen zijn. En wat grotere legsels als er veel rupsen zijn. En dat ze duidelijk ongeveer 1,5 keer zoveel jongen produceren als er veel rupsen zijn ten opzichte van dat er weinig rupsen zijn. Maar als je dan gaat kijken of die populatiegroei van koolmeesnesten van jaar op jaar gecorreleerd is met de rupsen, dan is dat niet zo. Maar is dat eigenlijk alleen gecorreleerd met hoeveel beukennoten er waren in de winter. Dus als er veel beukennoten zijn in de winter, dan groeien koolmeespopulaties hard. En als er weinig beukennoten zijn, dan nemen ze af. En of er rupsen waren in het voorjaar of niet, dat doet er weinig toe. Ik ga even hier langs. Dus de paradox van insecten en insecteneters is dat we eigenlijk nog geen aanwijzing voor afname in biomassa vinden in Nederland. Opvallend genoeg. En eigenlijk lijkt me dat onwaarschijnlijk dat die er niet is. En we missen denk ik iets. En wat dat is, dat moeten we uiteindelijk uitvinden. Momenteel is het mogelijk dat andere beperkingen belangrijker zijn, nog. En deze moeten we dan uiteindelijk identificeren, wat die zijn. En ik geloof zelf dat doorgaande afname van insecten vast en zeker zal effect zal gaan krijgen op broedvogelpopulaties. En daarbij is het nog heel belangrijk dat we uiteindelijk goede metingen gaan
blijven houden aan hoe die insecten afnemen, maar ook welke insectensoorten vogels nodig hebben. Dus uiteindelijk moeten we ons concentreren op het dieet van de vogels. Nou, daar wilde ik het graag bij laten. Dank jullie wel. Dankjewel, Christian, voor een mooi verhaal. Ja, helaas lag de stream er even uit, maar goed, dat heb je weer opgepakt waar je gebleven was. We hebben een aantal vragen in de chat gekregen. Eerst van Martijn van Schie. Die vraagt zich af, is het mogelijk dat territoriumgrootte bepalend kan zijn voor het maximaal aantal territoria per hectare, in plaats van de insectendichtheid op dat moment? Ja, dat is zeker het geval. Bij een heel aantal soorten zal dat zo zijn. Bij koolmezen is het zo dat er bijvoorbeeld best veel adulte vogels gewoon niet tot broeden komen, omdat ze zeg maar uitgewerkt worden door andere soorten, door soortgenoten. Dus als je bij koolmezen gewoon een heel aantal paren wegvangt, dan heb je vaak geen effect op de broedvogelpopulatie, omdat er niet broeders in de populatie aanwezig zijn. Ja, ja, dat is zeker een punt. Maar dat is vast niet bij alle soorten het geval. Dan nog een andere vraag van Erik van der Wouden. Die vraagt zich af, hoe verhoudt de trend zich tot biomassa voor 1990? Kun je daar iets over zeggen? Nee. Nee, ik heb niet gekeken voor 1990 op het moment. En dat, weet je, dat is heel interessant. En ik denk dat als je... kijk, de BNP-getallen die gaan terug tot 1984. En het is zo dat als je bijvoorbeeld die getallen erbij zou nemen, dan heb je misschien nog de enorm hoge aantallen veldleeuwerikken die er ooit waren. Die heb je er dan nog in. En als je denk ik nog verder terug gaat, dan waren die aantallen nog veel groter. Dus, en ik moet erbij zeggen dat als je de spreeuw meeneemt, die is natuurlijk ook enorm gekelderd. Daarbij, dan zal je wel wat meer afname vinden. Maar ik weet het niet precies. Goed, de volgende vraag van O. van der Veer. Is er ook niet een probleem met vogels op de Veluwe die via rupsen minder kalk binnenkrijgen en daardoor slechtere ijsschalen of botten ontwikkelen? Dus niet enkel het aantal insecten. Ja, dat is in ieder geval lokaal is dat een probleem. Dus Arnold van den Burg die kijkt er op het moment weer naar. We hebben ook in de jaren 80, zeg maar, dat hebben we gezien met het zure regen. Zuurregeneffecten. Jaap Graveland heeft daar toen naar gekeken. Het is niet zo dat we dat nu al heel evident zien, bijvoorbeeld in die getallen van Rob Bijlsma, dat gemiddeld gezien, want Rob die werkt op de Plankenwambuit, dat is een van de meest arme gebieden op de Veluwe, denk ik. En daar neemt die biomassa in ieder geval nog niet af. Dan een vraag van Astrid Potiek. Is er iets bekend over veranderingen in dieet van vogels? Bijvoorbeeld generalisten die zouden kunnen switchen naar een andere prooi? Nou, dat weten we eigenlijk nog heel erg slecht. En het interessante is dat veel dieetstudies, dat zijn hele oude studies. En tegenwoordig heel veel ecologen die wagen zich daar niet meer aan, omdat dat heel veel tijd kost. En dat is eigenlijk heel jammer. En dat, bij die vliegenvangers doen we dat zeker nu. Beschikbaar komen van DNA-barcoding als manier om naar diëten te kijken, kunnen opeens veel meer. Maar we hebben eigenlijk een heel groot gat in dieetstudies van wat er gebeurde in de jaren 60 en 70 en wat er nu weer gebeurt. Ja. Nog een vraag van O. van der Veer. Is er gekeken naar verschil in wel en niet vliegende insecten? Bijvoorbeeld rupsen versus de imago's? Nou, niet dat ik weet. En ik moet zeggen, die rupse data die ik dan geef, dat is ook biomassa. En dat eigenlijk weten we ook niet zo goed welke soorten dat precies zijn. Het zijn vaak heel veel kleine wintervlinders, grote wintervlinders. Maar er zijn heel veel meer soorten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook daar zeg maar veel specifieker gaan kijken van wat er aanwezig is. En sommige rupsen die hebben bijvoorbeeld een veel langere
cyclus dat ze aanwezig zijn in zo'n bos in het voorjaar. En andere rupsen, die zijn heel kort, die zijn heel kort aanwezig. Dus het, ook daar is er nog een enorme hoeveelheid werk te verzetten. Ja. Goed, ik denk dat dit de laatste vraag is, want we zitten een beetje tegen de tijd aan. Sjoerd van der Klauw, die vraagt zich af, speelt de rol van natuurbeheer op onderzoekslocaties niet ook een belangrijke rol? Bijvoorbeeld doordat bomen langer blijven liggen en wat is er veranderd in de tijd daarin? Oh, er is enorm veel veranderd natuurlijk. En het, dus een van de dingen die zeer evident zijn, is dat natuurbeheerders heel veel van de exoten eruit zijn gaan zagen. Bijvoorbeeld de Douglas en de fijnsparren en dat soort zaken. En dat zie je heel erg terug in bepaalde soorten, zoals afname van zwarte mees. Die is enorm gekelderd. Het was ooit best wel algemeen. Veel van het bos is bijvoorbeeld veel diverser geworden in de loop van de tijd. De afgelopen 40 jaar is dat enorm veranderd en dat is duidelijk verbeterd. En voor de rest zie je natuurlijk dat door natuurontwikkeling zijn er heel veel dingen ook weer veranderd. Dus het is een hele goede vraag en ik denk dat dat heel belangrijk is om daar goed, beter naar te kijken. Ja. Ja. Ik kan nog even inhaken op die vraag die eerst gesteld werd over de kwaliteit van de rupsen. Daar gaat Arnold van den Burg later vandaag meer over vertellen. Dus daar komt nog een heel verhaal over. En dan ook het hier belaten. Christian, nogmaals bedankt voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En dan zijn wij over 5 minuten terug met de volgende spreker.